De gemeente Montferland is op zoek naar een nieuwe burgemeester. En deze film laat zien dat je in Montferland plezierig kunt wonen, werken en recreëren. Een nieuwe burgemeester vindt hier de uitdaging bij te dragen aan het verder vormgeven van een aantrekkelijke gemeente. Laat u verrassen. De gemeente Montferland wordt omsloten door de snelwegen A18 en A12. Door de ligging aan de grens met Duitsland, met als buurgemeente Emmerich, en het snijpunt van de regio Achterhoek en de regio Arnhem-Nijmegen, vormt de gemeente een ideale basis om te recreëren, te wonen, te werken en om te genieten van natuur en cultuur. De gemeente Montferland kent 12 kernen en heeft ruim 35.000 inwoners. In de twee hoofdkernen, Zeerenberg en Didam, zijn alle noodzakelijke voorzieningen aanwezig en bereikbaar. Het winkelaanbod is zeer gevarieerd en op de markt bent u nog steeds goedkoop uit. De gemeente beschikt over sportfaciliteiten zoals overdekte zwembaden en sporthallen. Ook zijn er goede voorzieningen op het gebied van sociaal en cultureel werk, onderwijs en muziekscholen. Het rijke verenigingsleven is een belangrijke pijler van de Montferlandse samenleving. In een groot aantal van de kernen worden woningen gebouwd waarbij rekening wordt gehouden met de leefbaarheid van de kernen. Een divers aanbod van goedkope woningen, vrij sectorwoningen en woonzorgcomplexen maakt van Montferland een aantrekkelijke woongemeente. Door de ruime aanwezigheid van bedrijventerreinen heeft de gemeente een goed vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. Het Euregionaal Bedrijventerrein in Zeerenberg is door de gunstige ligging aan de grens met Duitsland een ideale plaats waar zich met name logistiek, vervoer en transportbedrijven hebben gevestigd. Het bedrijventerrein is onlangs uitgebreid met Docks NLD. Een aantal kavels zijn inmiddels verkocht. De bedrijventerreinen Vluun 1 en Vluun 2 herbergen een variëteit aan bedrijven. Op het nieuwe bedrijventerrein Matjeskolk en Loerbeek zijn diverse bedrijven gevestigd. Ook de gemeentewerf heeft hier een plek gevonden. Horeca en toerisme bieden van oudsher veel arbeidsplaatsen. De vele evenementen die worden georganiseerd dragen hieraan bij. Het winkelaanbod in de twee hoofdkernen is gevarieerd en zorgt voor veel werkgelegenheid. Montferland wordt omgeven door bossen en weilanden. Dat geeft de gemeente een groene uitstraling. Heel plezierig om te wonen, werken en recreëren. Er zijn veel mogelijkheden om te overnachten. Campings, hotels, B&B en een bungalowpark bieden voldoende gelegenheid om te genieten van de rust en ruimte. De vele evenementen die worden georganiseerd, zoals wieler- en hardloopwedstrijden, trekken veel publiek. De bossen bieden volop ruimte voor sporters en natuurliefhebbers. Het spotten van wild is geen zeldzaamheid. De Peeskesbult in Beek en de uitkijktoren in de bossen nabij Stokkum bieden prachtige uitzichten. Duitsland, het Rijk van Nijmegen en de glooiingen van Montferland zijn goed te zien. Montferland heeft een groot aantal monumenten binnen haar grenzen. Het kasteel Huisberg en het daarbij gelegen muntgebouw geniet landelijke bekendheid. Het hele jaar door weten toeristen de weg naar het kasteel te vinden en maken via de Muntwal een wandeling om het kasteel. Fietsers die het knooppuntentraject volgen, vinden in Didam een welkom rustpunt. Montferland kent een rijk verenigingsleven. De verenigingen treden graag naar buiten en laten zien waar ze mee bezig zijn. Didam is een schuttersgemeente. De schutterijen zijn de pit van de samenleving. Zeerenberg staat in de carnavalstijd bekend als Waskuupstad en trekt met de carnavalsoptocht duizenden bezoekers. De beelden hebben laten zien dat wonen, werken en recreëren in Montferland heel plezierig is. En de fractievoorzitters dagen u nu uit uw kwaliteiten in te zetten voor Montferland. De afgelopen periode heeft de Raad een strategische visie ontwikkeld voor onze gemeente. Daarin geven wij aan waar wij ons de komende jaren op gaan richten. Bent u de kandidaat die met ons deze visie gaat uitwerken en met ons gaat zorgen dat deze bij de tijd blijft? De relatie met Den Haag en met onze Duitse buurgemeente Emmerich is voor Montferland heel belangrijk. Bent u de kandidaat die een relevant netwerk heeft
en moeiteloos met onze Duitse buren kunt communiceren. Naast voorzitter van het college bent u ook voorzitter van de raad. En daarmee een spil in onze lokale democratie. Bent u de kandidaat die oog heeft voor lokale democratie en democratische waarden? In onze mooie gemeente Montferland kennen wij een zeer rijk verenigingsleven. Bent u de kandidaat die zich hierin graag verdiept en die waardering heeft voor dit belangrijke onderdeel van onze lokale cultuur? Recreatie en toerisme, transport en logistiek en de agrarische sector vormen samen met de lokale ondernemerschap de motor van onze economie. Bent u de kandidaat die met oog en oor voor deze bedrijvigheid deze motor aan de gang houdt en waar mogelijk versnelt? Montferland, strategisch gelegen tussen de regio Achterhoek, het knooppunt Arnhem-Nijmegen en de Euregio. Bent u de kandidaat die de samenwerking tussen deze regio's kan bestendigen en verstevigen? Ik nodig u van harte uit om te solliciteren naar het prachtige ambt van burgemeester van de gemeente Montferland. Een groene gemeente met karakter die de Achterhoek en de regio Arnhem-Nijmegen verbindt.